Vanavond Inge Jongman van de ChristenUnie en Ton van Kesteren van de PVV. Inge Jongman, waarom moet iemand eigenlijk op de ChristenUnie stemmen? Nou, niks moet. Je mag stemmen. Je hebt keuze hier in Groningen en ook in Nederland. Maar als je dan voor de ChristenUnie gaat, ga je voor een samenleving waarin de oog voor elkaar is. En dat is onze kernboodschap voor deze verkiezingen. Oog voor de mensen om je heen. De overheid kan niet alles voor je doen. We kunnen samen ook heel veel. Maar als je die overheid nodig hebt, dan staat hij ook voor je klaar. Met een goed huis, met een goed schoolgebouw, met duurzame ontwikkelingen voor energie in je huis. Want we willen bijvoorbeeld allemaal van het gas af. Nou, zo kan ik nog een heel aantal thema's noemen, maar dat is in de kern onze boodschap. Oog voor elkaar. Meneer Van Kesteren, waarom de PVV? We gaan de verkiezingen in met de slogan Groningse Nuchterheid, Partij voor de Vrijheid. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat we oog hebben voor de Groningers. En oog hebben voor de Groningers betekent dat je de woon- en leefomgeving, het hele bestaan van Groningers, beter maakt. En dat bereik je niet door de hele wereld te verbeteren, door de Groningers op kosten te jagen, maar door gewoon praktisch invulling te geven aan beleid waar Groningers achter staan, waar ook draagvlak voor is. Dat is waar ik voor in wil zetten voor de Groningers. De gemiddelde leeftijd van raadsleden wordt steeds jonger en de tijd dat een raadslid blijft zitten in de gemeenteraad wordt steeds korter. Ik bedoel dus eigenlijk te zeggen dat het vaak zo is dat het niet lijkt alsof er in de raad überhaupt nog gediscussieerd kan worden met het stadsbestuur. Alsof dingen al voorgekookt zijn. Nou, dat is absoluut. Ja, ik bedoel, de coalitie moet voor zich spreken. Maar vanuit de oppositie zie ik dat dat niet zo is. Dat we heel veel wel nog kunnen bespreken met een wethouder. U zit al in de Provinciale Staten. U zit al in de Eerste Kamer. Mm-hmm. Hoe kunt u zich sterk maken in de gemeenteraad? Ja, wij zitten niet in de Provinciale Staten en we gaan ook niet zitten in de gemeenteraad. We begeven ons onder de Groningers. Ik maak zelf deel uit 64 jaar van deze gemeente. Ik ben er geboren en getogen. Ik weet hoe Groningers denken. Ik ben Groninger. En wat belangrijk is, dat je wat Groningers graag zien en willen, daar moet je invulling aan geven. En al te vaak merk ik dat oppositie in de Provinciale Staten, maar ook in de gemeenteraad, dat zijn meer applausmachines dan dat er echt oppositie gevoerd wordt. Nou, als er één ding is waar ik me niet in herken, is dat wij een applausmachine zijn. Het is de manier waarop je naar politiek kijkt. Doe je politiek als twee mensen en overal tegen zijn, ja, dan ben je geen applausmachine. Nee, ik wil graag even uitleggen hoe de oppositie wel opereert. Die heeft ontzettend veel in overleg gedaan en eigenlijk kun je wel stellen dat er een hele sterke oppositie is ten opzichte van de huidige coalitie. Tuurlijk tellen meerderheden, maar weet hoe vaak en hoeveel de oppositie op al die deurtjes van al die coalitiepartijen heeft geklopt en ook dingen heeft kunnen veranderen. Waarom zijn er dan zoveel grote projecten die totaal geen draagvlak hebben onder de Groningers? Waarom zijn die allemaal doorgegaan? Ook gebrek aan oppositie. Ik spreek heel veel Groningers die niet zeggen wat u nu zegt. Die ook best tevreden zijn over hoe de stad er nu uitziet. Ik fiets langs net 6-7 bouwprojecten. We hebben heel veel huizen nodig in deze stad. Dus er gaat ook best heel veel goed. Meneer Van Kesteren, in uw partijprogramma staat u wil geen islamitisch onderwijs. U wil geen moskees. Klopt. Waarom eigenlijk? Nou, het verschil is dat heel veel partijen die zeggen van vrijheid van godsdienst. Nou, wij denken er iets anders over. Wij zien de islam niet als een godsdienst, maar als een kwalijke ideologie die onze vrijheid af wil pakken. En dat blijkt ook in heel veel landen waar de islam de overhand krijgt. Daar zie je gewoon dat het ten koste van de vrijheid, de veiligheid en ook onze welvaart gaat. Ja, dat is ook de reden waarom ik 10 jaar geleden me aangesloten heb bij de PVV. Want ik vind dat toch een kwalijke ontwikkeling. En als je de mensen in Selwerd hoort, die zijn ook niet blij daarmee. Dat wil niet zeggen dat wij tegen het bidden zijn of wat mensen gewoon achter de voordeur doen. Dat moeten ze zelf weten. Maar mensen moeten mij niet gaan vertellen wat ik wel en niet mag eten. Hoe ik gekleed moet gaan, hoe ik moet leven, welke feestdagen ik wel en niet mag vieren. Daar heb ik gewoon grote moeite mee. Wij heten ook niet voor niks Partij voor de Vrijheid. Wij zijn een land waarin we vrijheid van godsdienst hebben. Vrijheid van meningsuiting. Ja, en vrijheid om te zijn wie we zijn. Nee, nou, dat kunt u zo zeggen, maar veel van mensen telt wel. Maar de vraag is, de mensen die godsdienst aanhangen,
De vraag is wat die met ideologie gaan doen. En u gaat een stap verder. U gaat vrijheid die we hier hebben in Nederland, ja, wilt u juist inperken. En dat is, dat is een land... Ik zal u een voorbeeld geven. Nee, dat is een land waarin ik niet wil leven. Ik zal wij zijn u een juist een jas van heel veel vrijheid. Van ja, maar u zou beter moeten weten, want dit is linkspopulisme noem ik het. In alle landen waar de islam de overhand krijgt, is het christendom weg. Mensen vluchten, mensen worden vervolgd, repressieve mensen die vluchten hier. Ik heb 6 jaar lesgegeven aan asielzoekers. Heel veel mensen waren gevlucht vanwege de repressie in hun land van herkomst. Als ik ze tegenkom in de stad, dan omhelzen ze me. Dan zeggen ze van, jij bent degene die voor onze vrijheid strijdt. Als je niet eens in staat bent als gemeente om je eigen bevolking dat te bieden waar je voor bent, dan moet je niet ook nog eens de hele wereld binnen je... En dat is juist een land waar ik wel en dat leven. Is waar u voor pleit. Dat noem ik linkspopulisme. Nou, Want dat is namelijk de wereld verbeteren. En ik zeg, verbeter de wereld, begin in Groningen. Sluit u iemand uit eigenlijk? Nou, deze manier van politiek bedrijven is toch wel heel erg een ander wereldbeeld dan die wij hebben. Want als hij zegt dat wij niet nuchter zijn, dat wij maar een beetje de wereld binnenhalen, dat het dan slecht met Groningen gaat. Nou, dat is een manier van politiek bedrijven die niet zo heel erg aanspreekt. En het is heel jammer, want ik spreek heel veel Groningers die... Ik spreek mijn schoonmoeder, die zit in een verzorgingshuis. Die is ontzettend blij met de zorg. Ik was vorige week waarschijnlijk nog niet gesloten, dat huis. Ja, maar u doet alsof de wereld heel anders is dan die is. U kijkt altijd naar de negatieve dingen. Realisme. Maar kijk eens naar het positieve. Realisme, mevrouw. Ja, ik ben ontzettend realist. Nee, dat bent u niet. Nee, helaas. Ik wil niet een stad waarin mensen onder de brug slapen. Ik wil niet een stad waarin mensen rondlopen. Nee, daarom hebben we debat bed en brood. Dat is een ontzettend... Daar komen ze niet voor in aanmerking. Dat is niet waar, want u weet niet hoe dat werkt. Er is toch een bed en brood opvang voor daklozen? Nou ja, daar vind ik, daar moet geld aan besteed worden. Dat is er ook. En studenten die geen huisvesting hebben, dat kun je beter besteden, want dat is voor de Groningers. En voor de Groningers. Ja, maar dat is een beetje je stad. Je zet er een muurtje omheen of je zit een muurtje om Nederland. Je zegt, dit is voor de Groningers. U bent een partij die houdt van het Koningshuis en van de wet. De wet naleven. Ik dank jullie wel. 19 november zendt Oog samen met Forum en het Dagblad van het Noorden een verkiezingsuitzending uit live vanuit het Groninger Forum. 19 november.